Het team van Edgar Davids in de donkerrode shirts tegen het team van Broederliefde in de wat lichter rode shirts. Dat is voor ons als commentatoren niet zo makkelijk, Armin. We gaan hartstikke ons best doen, maar vergeef ons als we af en toe een foutje maken, want de kleuren lijken inderdaad opvallend veel op elkaar. Ja, wij moesten dan vroeger als we gingen voetballen, het één team moest blootspelen gewoon. Andere tijden. Andere tijden. Ja. Edgar Davids is zelf betrokken ook bij dit team. Ja, ja, die heeft het team samengesteld en ja, mogen de beste winnen. Ja, eens kijken of dat team van Edgar Davids net zo speelt als hij vroeger zelf. De beuk erin. Voorlopig zijn ze aan de bal. En Broederliefde, waar komt dat vandaan? Oh, wat een mogelijkheid direct al in het begin van de wedstrijd. Dat was een grote kans. Kijk. Dat was een panna. Die telt dus is 1-0. Ja, als het goed is wel. Even nog als we het goed zagen. Hebben we een herhaling of hebben we geen herhaling? Ja, kijk. Ja, ja, dat was een panna. En die panna is van een straatvoetballegende genaamd Easy Man. Is geboren en getogen in Rotterdam. En heeft in het verleden bij veel toernooien samengespeeld met onder andere Usain Bolt en Ronaldinho. Oh, oké. Okay. Ja, dat zijn echte voetbalnamen. En staat bekend als de King of Panna. Dus het is nu 1-0 voor het team van King Edgar. Toch? Van de donkerrode, hè? Ja. Moeten we goed in de gaten houden. Want een panna telt bij dit toernooi als een doelpunt. Gewoon voor één doelpunt, niet voor twee. Eigenlijk vind ik dat hij voor twee had moeten tellen, maar goed. Dat was een mooie inderdaad. Ik heb de regels niet gemaakt. Nee, Easy Man is een straatvoetballegende uit Rotterdam. Bij veel internationale straatvoetbaltoernooien komt hij voor. En op veel pleintjes heeft hij veel naam gemaakt. En de panna is echt zijn specialiteit. Kijk eens wat een actie. Van team Broederliefde. Dat zijn toch geen allemaal broers, of wel? Nee, maar ze beschouwen elkaar wel als broers. Oh, ja. Het is bro, een, bro heet dat, hè? Een bro, inderdaad. Een bro. Ja, mooi man. Kijk eens. Oh. Dit is echt genieten, hoor. Jongen, wat zijn die gasten handig, zeg, met de bal. Hoe kom je daaruit uit het hoekje? Zo, via de boarding. Toch balverlies geleden, team Broederliefde aan zet. En het team van Edgar Davids zet weer hoog druk. Ja. Dat is het belangrijke bij dit soort potjes. Als je veel druk zet, want het veld is klein. Ja. Dan heb je snel de bal, maar er is ook weer de kans groot dat je de bal snel kwijt raakt. Ja, je bent hem zo weer kwijt. Hoe komen we daaruit uit dat hoekje? Druk bezet. Broederliefde, kom op jongens. Jullie kijken tegen een achterstand aan. Ook een pannaatje er tegenaan gooien. Dat lijkt me wel wat. Nou. Er worden felle duels uitgevochten. En weer dat hoekje. Hoe kom je daar nou weer uit? Ja. Het heeft een beetje met ijshockey. Dat lijkt ook zo. Daar zitten ze ook altijd in een hoek tegen elkaar te rammen. Ja, daar alleen zijn ze... daar slaan ze elkaar de tanden uit. Inderdaad. Uit de vrije schop voor team Davids. Scheidsrechter moet veel fluiten, vind ik. Moet veel optreden. Ja. En een vrije trap voor het team van Davids. Volgens mij heeft Davids vroeger alleen maar vrije trappen tegen gehad. Oh, Edgar, sorry. Ik kan me een legendarische wedstrijd herinneren. Tenminste herinneren, ik heb het zelf niet meegemaakt. WK 98 tegen Joegoslavië, dat commentaar hebt u gedaan. Ja, WK 98 was ik bij. Scoorde een beslissende goal in de laatste minuut. Ik kon altijd goed met Edgar opschieten. Ja, ik mocht hem wel. Speciale voetballer. En hij mocht mij ook wel, op een of andere manier. Easy man weer aan de bal. Kijk, dan is het altijd even opletten. Ja. Oh. Velduel, easy man. Jaagt gelijk door. Scheidsrechter laat veel doorgaan, vind ik. Mens? Of niet? Nee. We hebben geen VAR, ze kunnen het niet terugzien. Tjonge, dat gaat erop, zeg. Nog altijd 1-0 voor het team van Edgar Davids door een panna. Echte, serieuze panna. Het team van Broederliefde staat 1-0 voor, zie ik. Kijk. Is het Broederliefde dat voor staat? En nu is het net 1-1 gemaakt. Team Davids scoort. Ja, dus het is 1-1. Nou ja, ach. Easy man is... Het komt door die kleuren, Armin. Dat kunnen wij niet uit elkaar houden als commentatoren. Dat is vreselijk. Aan het begin van de wedstrijd hebben we al gezegd, we gaan ons best doen. Ja. Maar dan gaat veel door elkaar gehaald worden. Ziet u die kleine jongen daar bij Team Broederliefde? Ja. Dat is Rarko. En Rarko... Ja, oh, ja, dat is een mooie goal. Mooie goal van Team Davids. Ja. Kijk, dat is Broederliefde in beeld. Nee, 2-1 dus nu, hè? 2-1. Moeten we de goede stand in de gaten houden. 2-1 voor het team van Edgar Davids, toch? Exact, ja. Wat ik je voor wilde vertellen is... Die kleine jongen links onderin, dat is Rarko. Dat is een bekende YouTuber.
bekende entertainer. Ja. Maar heeft ook gevoetbald bij het zaalvoetbalteam van Feyenoord. Dus okay. Naast dat hij entertaining kan zijn en heel grappig kan zijn, kan hij ook nog eens heel goed voetballen. Ja. Dus we gaan het nu meemaken. Ja. Oh-oh. Oh-oh. Tempo blijft onwaarschijnlijk hoog, zeg. Ja. De bal wordt geblokt en dan mag Team Broederliefde opnieuw opbouwen. Met aanzet. Nou, de vrije rol zien te vinden. Maar onmiddellijk zit de ploeg van Edgar Davids er weer bovenop. Het is alsof hij zelf meedoet, man. Oh, mooie actie. Was dat een panna? Dat was zeker een panna. Ja, panna. Dan is het dus nu 3-1. 3-1. 3-1 voor Team Davids. Mooie opening. Die gaat erin natuurlijk, hè. Die moet erin gaan. 4-1. Ja, en dan gaat het heel snel. Ja, ja, ja. Mooie controle, hoor. En dan heel irritant even wachten door een tegenstander en hem dan toch nog intikken. Ja, 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 ja. Nou, Broederliefde, kom op, jongens. Er moet wat gebeuren. Chibi Roger aan de bal. Speelt bij FC Skills in Den Haag. Recente overstap gemaakt. Oeh, dat moest hem zijn. Dat moest hem zijn. Nee, maar het is hem niet. Op een onbegrijpelijke manier een misser. Kijk, ze laten Broederliefde gewoon aanvallen. Ze wachten af en proberen dan met een tegenaanval snel eruit te komen. Vooralsnog is het Team Davids die de vruchten ervan afplukt. En dat is Silla. Leuk feitje over Silla. Dat is het neefje van Jeffrey Fortes. Die ken ik wel. Kaapverdiaans International. Ja, ja. Die heeft bij Dordrecht onder andere gespeeld. Ja, Sparta. Ja, Sparta, ja. Grote, sterke jongen. Aardige jongen ook. Weer een mooie actie. De jongens gebruiken veel de boarding in deze wedstrijd. Ik denk dat daar heel veel profijt uit gehaald kan worden, die boarding. Oeh, Rako. De bal moet iets lager gespeeld worden. Ja, Rakootje. Dan is Team Davids weer aan zet. Die hebben wat ruimte. Ja, buitenkantje voelt. Ja, kijk. Ja, ja, ja. Een echt een mooie goal. Petje erbij op. Easy man. Easy man is dat? Ja, dat is de straatvoetballegende uit Rotterdam. Maar nou is het 4-1 of 5-1? Het is nu 5-1. 5-1 hè, voor Edgar Davids. Een ruime overwinning. Die beginnen goed hoor in hun eerste wedstrijd. Al staat de scorebord op 4-1. Kijk, daar staat Edgar. Edgar Davids. Dat lijkt wel het shirt van Suriname. Ja. Dat is niet het officiële tenue van Suriname. En de drie sterren van Amsterdam staan erbij op, geloof ik. Ja. Nou, wat leuk dat hij zelf... want hij is assistent bondscoach nu, hè, bij Louis van Gaal. Inderdaad, inderdaad. Mochten mensen weten waar het shirt van is, laat het weten in de comments. Rako aanzet. Kijk, die kan voetballen. Dat is een man van actie. Prachtig, prachtig. Hij probeert een panna, maar je moet je benen dus gesloten houden. Ik weet niet of het aan ons ligt, maar volgens mij hebben ze één puntje gemist. Want we zagen een panna en daarna twee goals. Ja. Maar op het scorebord staat nog steeds 4-1. 4-1. Oh, nou dan is 4-1. Dan is het 4-1. Ja, ook goed. Toch? Wat in ieder geval een feit is dat Team Broederliefde in de achtervolging moet gaan. Ja. Maar Team Davids weer aan zet. Ja, ze leiden steeds balverlies, Broederliefde. En dat is een goal. Maar nou is het wel 5-1. Nou is het wel 5-1. Ja. Nou is het 5-1. Ach jongens, wat erg dat je steeds moet aftrappen. Dan weet je, hè? Ja. De stand is inderdaad 5-1. Scoren wordt aangepast. En dan is weer Team Broederliefde aan zet. Met hier aan de bal Giorgio Cyril. Wat ik daarvan heb vernomen, die heeft een gevoelige overstap gemaakt van HWD naar Rotterdam United. Oh. Dat schijnt toch een ding geweest te zijn in Rotterdam. Easyman weer aan de bal. Opende de wedstrijd goed met een panna, maar die heeft er geen goed vervolg aan kunnen geven, helaas. Nee, kijk, die Edgar Davids jongens die denken dat gaat ons niet nog een keer gebeuren. Hier aan de bal Chibi Roger. Oeh, gaat maar net goed. Easyman weer aan de bal. Ja, weet je, kijk, Easyman en zijn jongens van Broederlief, die moeten aanvallen. En dan moet je risico's nemen. En ja, die Edgar Davids jongens, die zijn zo slim. Die stellen zich gewoon goed op en dan hebben ze de bal weer. Heel compact. En op momenten counteren, zoals nu. Gaat er weer in. Oeh, nee. Tegen de paal. Tegen de boarding. Giorgio Cyril weer aan de bal. Jammer, goed gezien. Maar, ja, maar ze verdedigen erg goed. Silla niet goed bereikt. Ze verdedigen erg goed. Ik denk dat dat een van de sterkste punten is van dit Team Davids. Wat ook een beetje het DNA van Davids in dit team laat zien, is dat ze heel goed kunnen verdedigen. Houden de bal nu ook in de ploeg.
Ik heb Edgar Davids een keer zien spelen met Ajax uit tegen Real Madrid in Bernabeu. En omdat Frank de Boer toen geblesseerd was, speelde hij links centraal in de verdediging. En hij speelde fantastisch. Ajax won toen ook in Madrid met 2-0. Maar dat is een andere koek. Dit is het team van Edgar Davids tegen het team van Broederliefde. En de stand is nog altijd 5-1. En is 5-1. Net afgesloten. Nou, oké. Okay, strijd de fluit af. Team Davids wint. Team Broederliefde moet er iets meer van bakken om er iets van te maken. Zo is het. Dat is wedstrijd 2. We komen er aardig in. Gefeliciteerd coach, gefeliciteerd David. Shout out naar Broederliefde.